Jeroen van Koningsbrugge, 50, is een bekende Nederlandse presentator, acteur, cabaretier en zanger. Hij is binnenkort weer te zien op TV met het programma Kamp van Koningsbrugge, waarin hij kandidaten onderwerpt aan een zware militaire training. Maar wie is de vrouw die al bijna 20 jaar aan zijn zijde staat? Dat is Marie-Claire Whitlocks, 46, ook een actrice. Zij en Jeroen hebben een bijzonder liefdesverhaal, dat begon in New York. Daar ontmoeten ze elkaar. Terwijl ze allebei uit den bos kwamen en veel gemeen hadden. Ze waren meteen smoorverliefd en Jeroen vroeg haar al na vier dagen ten huwelijk op een dakterras. Marie-Claire zei ja, ook al had ze nooit gedacht dat ze zou trouwen. In 2005 gaven ze elkaar het ja-woord in Las Vegas. Sindsdien hebben ze samen twee kinderen gekregen: Salomon Elvis, 16 en Valerie Jones, 13. Marie-Claire heeft ook meegespeeld in een aantal tv-programma's van Jeroen, zoals Smeres, een politieserie. En draadstaal een cabaretshow. Ze zijn nog steeds gelukkig samen en steunen elkaar in hun carrières.